Hoi hoi, het is 7:15 en ik ben er weer klaar voor om verder te gaan met het Twentepad. Ik heb niet zo heel veel geslapen, maar wel lekker. De slaapzak was heerlijk warm, dus ik heb de tent open gehouden, zodat ik ook geen condens heb in de tent. Dat maakt de tent ook weer wat lichter. Ik ga vandaag tot iets voorbij Ootmarsum en ik ga kamperen bij de boer. Dus dan kan ik weer lekker douchen en een toilet met water. Dus dat is ook wel weer fijn. Want het toiletpapier wat ik heb gebruikt vannacht moet ik weer meenemen. Want dat kan ik natuurlijk niet in het bos achterlaten. En dat is niet zo fris. Ik zal even blij zijn als ik weer een echt toilet heb. En natuurlijk een mooie route onderweg. We gaan het zien aan de wandel.
Hoi hoi. Nou, het was vandaag een prachtige route. Ik heb enorm genoten. Zoveel natuur. Afgezien van de Ootmarsen, maar ja, was alles groen. Dat was echt fantastisch. Alleen de afstand in het routeboekje, die klopte niet helemaal. Volgens de voorgestelde planning zou ik rond 26 kilometer bij de camping na Ootmarsum zijn. En ik was rond 18 kilometer in Ootmarsum, geloof ik. Dus een paar kilometer verder dacht ik, laat ik eens kijken waar de camping is. En toen was ik al lang voorbij. Dus uiteindelijk ben ik doorgelopen om te kijken waar ik ergens anders nog een camping kon vinden. Bij Havezate Zeengraven was een rustpunt. En ik dacht, laat ik eens brutaal weer vragen of ik daar ergens op het land mag staan. En dat mocht gelukkig. Dus nu sta ik op een mooi stukje gras naast een trekker. Wel in de schaduw, dus ik merk al dat het wat frisser wordt. Dus ik duik straks mijn slaapzak in. Ik hoop dat ik wat beter slaap dan de afgelopen nacht. Ik ben mijn kussen vergeten. En dat merk je wel. Dus hopelijk is mijn kledingzak net zo lekker zacht. Tot morgen.